Ja, yo mensen, welkom kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie zien heb ik even lekker gedoucht, goed opgefrist. En zoals jullie aan mijn haar zien, ik ben woensdag naar de kapper geweest. Yes. Dat is ook een beetje mijn mooi. Een beetje een fijn vooral. En ik heb vooral vandaag even gewerkt op 1 uur even, heel erg kort. Dat kan ik wel zeggen, naar jonge man, kan ik wel zeggen. Ik heb nog meer nieuws nu, want in april, de eerste van april, ben ik jaren Dus ik nu nog een paar maandjes nog, of 2 maanden. En dan ga ik op mijn verjaardag op 1 april op zaterdag mijn haar weer blonderen weer, zoals jullie zien. Want zoals jullie nu zien aan mijn haar, dat is een beetje minder blond. Een beetje een maandje willen we naar boven. En ik dacht, ik ga het weer doen. Ik heb dus even weer zin in. En het was weer fijn dat ik dit weer ga doen. En ik heb ook ze anders laten zien. Ik heb nog meer smaakjes gekocht van mijn upfles. En ik dacht, ga ik even bijpakken. Ja, ik moet eens even spokken hoor. Ja. Nou, daar ben ik weer. Ik heb ook tegelijkertijd even mijn fles gepakt. Ik zal het anders laten zien. Want ik heb hier zo'n doosje. Wat ik gemaakt. Ik had eens wat andere spulletjes in. En nu laat ik wat zien wat erin zit. Want dat doe ik even dichterbij. Doe ik even zo. Kan je even toekijken wat er allemaal in zit. Nou, ik wil even mijn camera even van het statief af. Zo. Nou, hier zag je even de tv. Dus dit is het doosje van alle verschillende smaken wat ik allemaal heb besteld bij de site. Sommige had ik al gehad, of soms nog niet. Want ik heb cola. Dit zijn allemaal van mijn fles. Ik heb cola, watermeloen heb ik. Ik heb Crave. Ik heb ice coffee. En alle heel veel lekkere smaken kunnen niet. Sorry. Dit zijn allemaal smaken, zeg maar. Dit is watermeloen, deze waar ik nu aan wijs. Die heb ik nu op mijn fles staan. En ik dacht, pak ik even bij. En dan mijn fles ligt dan hier. En dit is mijn fles. Een up fles. En dan maak ik even open. Wacht even. Dan doe ik even zo. Camera weer even op het statief, zo. Nou, kijk, dit is hetzelfde wat ik net zie met mijn vinger, wat ik net had al laten zien. Dit is watermeloen. Kijk, mensen weten wel wat een upfles is. Sommigen weten het niet, sommigen weten het wel. Dus ik laat zien hoe het werkt. Dus je hebt gewoon normaal, typisch normaal water in je fles. En dan zie je zo'n rietje hier, zo van. Als je uit water gaat drinken dan normaal, dan doe je, kijk, de dop staat nu uit. Als je omhoog klikt, staat hij aan. En het enige wat simpel is, je gaat gewoon uit drinken. Dan proef je gewoon water, maar die smaak hou je hersenen voor de gek, soort van.
En dan proef je gewoon typische watermeloen. Net als je bij de sport gaat, daar ga je drankjes kopen, bijvoorbeeld, ik weet niet wat er allemaal zijn. Die heb je ook zoals watermeloen in de waterfles, of je hebt meer fruit, soort van. En zo ziet het dus de typisch Up fles uit. Het is heel fijn, ik heb dit gekregen van Sinterklaas van vorig jaar. Dat is ook weer fijn. En dus ook even een beetje tijd geleden ik iets heb gepost voor jullie, vooral. Ja, ik doe mijn statief een beetje omhoog. Zo, dat is beter. En ik moet geld nog terugkrijgen van die website van mijn geld terugkrijgen van die PlayStation 5. Ik ga later dat echt halen, die PlayStations. Dat wil ik echt zo graag hebben. Dus ja. En voor jullie het weten heb ik die PlayStation weer. Dat doe ik ook zelf mijn eigen kamer. Ga ik ook zelfs ook laten zien als ik die binnenkrijg. En voor jullie het weten komt het weer al terecht. Dat is ook weer fijn. En ik wil graag zeggen voor jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Even genieten om mijn kanaal te abonneren en deze video op een blauw duimpje te klikken. Doei! Ja, yo mensen, kijk naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer fijn dat hier en het is heel fijn dat ik aan het begin van YouTube en zo. En het spijt me van vorige keer dat ik er een beetje lang over deed. Maar vandaag is het vrijdag, de 20ste. De reden dat ik niet zoveel deed, omdat ik had een paar dagen ernstige hoofdpijn gehad. Ik heb het nog een beetje, maar hopelijk gaat het weg. Ja, ik had me een paar dagen even niet gefilmd. Maar mijn broer had het, met hoofdpijn ook. En toen kreeg ik van hem, was heel ernstig. Dan, ik heb het steeds een beetje, maar hopelijk gaat het weer wat niet fijn. En ik heb iets nieuws te laten zien. Ik heb weer iets nieuws gedaan. Want voor je volgende kachel, of mijn zus, dat ben ik van mol. Ik weet niet wat ze deed, zoals ze is kapot. En ik heb een nieuwe ketting besteld. En een nieuwe ring. En over. Ja, sorry, dus ik hoor ook een beetje bij van het hoofdpijn. Sorry daarvoor. En ik krijg ze pakken. Nee, gewacht. Want dit is hem. Het is natuurlijk een kachel. En je vraagt wat vast af. Waarom heb je zoiets? Bijvoorbeeld, als het geregend heeft, bijvoorbeeld buiten. Je is wel afgelopen dagen een beetje in sneeuw gevallen hier in Breda. En ik heb even lekker gedoucht, even gefrist en vanavond moet ik even werken. Want het is vooral fijn af en toe 's avonds. Want vanavond bij Jan de Man voor heel veel mensen. Ik kan niet meer weten hoe het wil komen, maar er zijn bijna 31 of 32 mensen. De hele zaak van Jan de Man gaat vol zitten. Dus ik ga erbij helpen. En iemand heeft mij gevraagd aan mij om te helpen om met de taart te maken. Ja, sorry. Iemand had mij gevraagd om de taart te maken. Ik had voor de andere keer, voor het eerst, een brownie gemaakt. Dus dat is heel veel goed. Maar als je brownie maakt, zit er heel veel chocola in. En heel veel boter en heel veel eieren. Maar ik heb geleerd van mezelf, als je eieren gaat proeven van een mengsel, dat je bijvoorbeeld taart maakt of zoiets of tiramisu soort van, dat het echt gewoon heel vet is. Ja, sorry, ik kreeg de melding van mijn watch. En dit is die kachel, dat is waar ik ook gehad. Dus ik interview, ik heb een knop, een rol. En hier zie je zo knop, twee knopjes, van hoe je hitte bij kan stellen. Je kan je hitte bijpassen en een wat bijpassen. En dan kan je zeg maar een beetje warm krijgen of koud.
Ja, het is nu pas januari, pas weer voelen het weten dat weer voorbij. En als het bijna april is, maar dat duurt nog maanden nog. Nee, ik weet dat het nog lang gaat duren. En dan ga ik mijn haar weer blonderen. Op mijn eigen verjaardag zelfs. In 1 april op de zaterdag ga ik pas om 2:30 naar Marco. Naar Suts in Breda. Dat is in de kapperszaak waar je highlights in je haar kan doen. Dat noem je blonder maken. Dat is ook weer fijn. Dat is ook weer fijn. Maar ik heb even, mijn broertje heeft weer de PlayStation bovenin neergelegd. Mijn vader heeft iets gestuurd van ja, die mensen van die website. Ik ga niet welke website dat is. Ik moet wel mijn geld terugkrijgen. Als ze dat niet doen, dan is het weg. Ben ik kwijt. Dat geld. Maar ik moet echt wel terugkrijgen dat geld. Ja, dat is echt wel een belangrijke deel vooral. Zo. En ik dacht, ik zou aan wat moeten doen, wat zou ik aan moeten doen aan, ja, je weet wel waarom. Ja, sorry, het is altijd, het gebeurt af en toe. Oh, ik heb ook mijn trui aan van mijn opa van vroeger. Want bij mijn broertje past het niet, en bij mij wel. Gewoon dat je mooi uit kan zien. Ja, dat is ook weer fijn, toch? En ik zie mijn vader buiten staan, volgens mij. Ja, ik moet eens bekijken op mijn laptop. Ja, voor dit weten komt het weer op YouTube terecht. Dat is ook weer fijn en dan kan je wel weer genieten. En is ook weer fijn dat ik weer kan beginnen over jullie verhaal. Dat is ook wel fijn. En ja. Ik ben weer begonnen te spelen op mijn eigen Xbox One weer. Dus af en toe had ik altijd leuk. En dan mijn open dag. Op mijn verjaardag, op een gegeven moment krijg ik gewoon de PlayStation 5. Dat is ook wel fijn en chill. Dan moet ik even kijken van die Marvel Spider-Man van de Miles Morales en die remastered ook. En dat je die tweede kan halen. Ik had gehoord dat er een nieuw Spider-Man spel zou komen. Dat je Peter Parker hebt en Miles Morales in één game. Dat kan je gewoon, net als GTA 5 zeg maar, dat kun je omschakelen van een andere persoon. Dat is ook wel vet. En dus ja. Ik vond jullie het weten, komt dit weer terecht waar ik nu sta te praten natuurlijk. Maar ik heb iets gedaan aan mijn YouTube kanaal. Dus als je naar mijn kanaal gaat, moet je helemaal naar over swipen of erop klikken. Ik heb mijn titel bijgewerkt en bij mijn community post ook iets voorbij gewerkt van 4 weken geleden. Moet je even kijken, het is echt iets nieuws. Want iedere week moet ik gewoon werken. Dan 2 dagen, gewoon niet weekend nooit, maar iedere week wel. Normaal had ik eerst altijd vrij, altijd op woensdag, altijd iedere dag. Maar nou niet meer. Want dan ga ik al af en toe langs bij Jan en Man en zeggen ze altijd, waarom ga je niet op een keer werken op een woensdag? En ik dacht, ik had er gewoon zin in. In een vrijdag moet ik altijd in bediening staan en zo. Een beetje helpen met de klanten vermaken dat ze zin hebben op een dag. Dus ja, dat is ook weer leuk. Ik heb ook weer zin in. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren en deze video blijf daarbij te klikken. Doei! Ja, bedankt voor het kijken naar deze video en vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. Doei!